Wat is er toch aan de hand in Amerika dit jaar? Zijn Amerikanen nou echt zo ontevreden? This is one of the more interesting elections of my life. Who is ready to tell the billionaires and the corporations no more buying elections? I think that they are all corrupt and all making our lives miserable. Well, I don't know. That's what they offered. We maken een reis door het Amerika dat Obama dit jaar achterlaat. Een reis langs het verleden en naar de toekomst. Een land dat razendsnel verandert. Een land in onzekerheid. Je voelt hier in de grensstreek echt die spanning die op die samenleving staat. Dat is ongekend. Dat had ik hier eigenlijk nog nooit gezien. There is no middle class anymore. We used to be middle class. We're the formerly middle class. What did you pay for your house? 230,000. What can you sell it for now? I sold it. For? Over 2 million. Amerika is misschien wel meer dan ooit tevoren een land geworden van winnaars en van verliezers. Their only options are to get an education. If not, they're gonna end up in jail or dead. When you have thousands of people shot, you have a problem, ultimately. En waar halen zij in godsnaam de hoop vandaan dat het ooit nog goed komt?